Welkom terug bij American Truck Simulator. We gaan verder. We zijn weer terug op Fraps trouwens, omdat de laatste tijd ging natuurlijk. Of de laatste twee afleveringen heb je kunnen zien, waren niet geweldige kwaliteit. Dus ik ben weer terug op Fraps, wat een beetje irritant is. Maar ik krijg OBS gewoon niet goed aan de praat op Windows 10. Dus ja. We waren de vorige aflevering naar Kayenta gereden. Waar gaan we nu heen? Carlsbad. Daar gaan we zeker niet heen. Reno. Daar gaan we zeker niet heen. Nee, ik wil eigenlijk de andere kant op. El Centro is ook niet echt de andere kant op. Phoenix ook niet natuurlijk. Oké, er zijn niet echt veel opdrachten. Ik moet even kijken of we nog moeten slapen. Ik hoop het wel, want misschien krijgen we dan gewoon wat betere opdrachten. Nu ik dit zo zie, denk ik wel dat we moeten slapen. Nou, niet echt. Maar laten we maar gewoon slapen, want ja, er is gewoon niet veel wat we kunnen doen op dit moment. Ik moet de lichten aandoen. Die knop. Ik hoop eigenlijk op een job richting Holbrook. En misschien het zuiden gewoon. Tucson of Sholo. Dat zou het ideale zijn. Het is ook midden in de nacht, dus het is niet zo'n gek idee om te gaan slapen. Alright. Weer de goede knopjes vinden, dat is altijd het lastige. Zo. Oké, perfect. 9:30 is het nu. Hopelijk zijn er nu een beetje goede jobs. En anders moeten we gewoon richting Phoenix. Holbrook, kijk. Oh, het verdient niet heel veel. San Simon. Dat is een goede job. Best wel een lange job. Holbrook, het is niet ver. We kunnen het gewoon doen. Dit is al helemaal niet ver. Ik vind die naar San Simon wel goed. Ik denk dat ik die dan in twee afleveringen ga doen. Let's go. Right. Dus zoals ik al zei, ik ben weer terug met het gebruik van Fraps. Als je dat niet weet. Fraps en OBS, Open Broadcaster Service, daar staat OBS voor. Dat zijn programma's waarmee je eigenlijk je gameplay kan opnemen. En ik gebruikte altijd Fraps, maar het probleem van Fraps is dat het ongelooflijk grote bestanden zijn. Ik denk een uurtje American Truck opnemen, dat is zo'n 100 gigabyte. Dat is echt gigantisch groot. Dus dan heb je een ander programma nodig. Terwijl ik de verkeerde kant op ga volgens mij. Waar moeten we zijn? Dus dan heb je een ander programma nodig om dat bestand in ieder geval kleiner te maken. Ik gebruik bijvoorbeeld Handbrake. En dan wordt die 100 gigabyte wordt, misschien 5 gigabyte.
Dus natuurlijk gaat er dan wel iets van de kwaliteit af in de video. Ik moet gewoon daar. Maar het zorgt in ieder geval, want het probleem van 100 gigabyte is natuurlijk gewoon als je dat wil uploaden naar YouTube en je hebt niet de beste internetverbinding. En zoals ik kan eigenlijk alleen 's nachts uploaden omdat anders gewoon de rest geen van het huis en de rest die op de server zitten kunnen dan niks doen. Dus ja, ik moet eigenlijk wel 's nachts uploaden. En 100 gigabyte, dat zou echt misschien wel 2 dagen duren. En dan heb ik het over 48 uur of zo. Voordat dat geüpload is. Dus dat is eigenlijk geen optie. Dus daar moet je dat bestand kleiner maken. Het enige probleem wat ik tot nu toe daarmee heb is dat het geluid een beetje. Je hoort een soort van geruis de hele tijd op de achtergrond. Ik ga proberen om dat weg te krijgen. Ik weet niet precies hoe. Ik ga wat audio settings veranderen in dat programma. Alright, in 1 keer goed. Netjes. Oh. Ik was nog niet klaar. There we go. Dus ik ga wat settings proberen te veranderen. En dan hoop ik dat de kwaliteit weer goed is. In ieder geval de beeldkwaliteit van Fraps is wel gewoon prima. Dat was die van OBS ook, toen ik dat 1 keer gebruikte. Dat was de reskill video. Dat was gewoon mooie kwaliteit, naar mijn mening. Ik denk dat we deze eerste aflevering tot aan Solo gaan. En dan de volgende aflevering dat stukje afmaken. En misschien dan nog een hele kleine job doen. Ligt eraan hoe we met de tijd zitten. Maar het probleem nu dus is dat ik ongeveer 100 gigabyte vrije ruimte heb. En dat ik hooguit 2 afleveringen kan opnemen. Terwijl met OBS is het gewoon een paar gigabyte video. Dat is ongeveer 6 gigabyte per uur ofzo. Dus het ligt natuurlijk aan de kwaliteit waarmee je het opneemt. Als je bijvoorbeeld een heel hoge framerate wil in je video, dan, ja, dan kost dat meer ruimte. Zo werkt dat. Er komt een trein aan. Interesting. Dus ik zou graag OBS willen gebruiken, want het is een stuk handiger, een stuk praktischer. Ik kan meer opnemen. En ook ook sneller uploaden. Dus dat is allemaal heel erg praktisch. Maar het probleem is gewoon, volgens mij wat het echte probleem is, is dat het te veel vraagt van mijn CPU. Nou weet ik niet heel veel van computers. Maar dat, ja, het kost gewoon te veel energie om op te nemen. Sowieso opnemen kost veel energie. Alhoewel, ik heb hier gewoon netjes 30 frames. Alhoewel, er is natuurlijk hier niet veel. In de steden zijn mijn frames wat slechter. Maar ik heb geen gaming PC of dat soort dingen. Dus ik verwacht ook niet dat ik 100 frames per seconde heb en dat soort dingen. Dat kan dit spel volgens mij ook helemaal niet. Maar 30 frames is gewoon netjes. Er is niks mis mee. Oké. Laten we hem locken op 60 mijl per uur. Ik ga toch nog even naar de map kijken of we nog iets kunnen locken. We kunnen een klein rondje door. Ja, hier hoef ik niet echt naartoe. Dit is industrieel. Holbrook is trouwens een stadje waar ik zelf ben geweest. Dus dat is best wel leuk. Ik denk dat we dan hier gewoon stoppen. Nee, laten we hier stoppen. Laten we hier stoppen. Het is een mooie plek. Alright. Neem een kleine omweg. Maar 30 frames is gewoon prima. Maar met OBS had ik op een gegeven moment
Dus omdat het zoveel energie kost, zijn de frames heel slecht. Of is de kwaliteit van de video gewoon niet goed. En nou viel het in de vorige American Truck Simulator video nog enigszins mee. Ik denk dat dat ongeveer 15 tot 20 frames per second was. Maar ik had laatst een andere video opgenomen en dat was iets van misschien nog ineens 10 frames per seconde. Wat helemaal apart was, omdat ik als ik normaal dat spel speel, heb ik boven de 60 frames per seconde. Dus. Maar in ieder geval, toen heb ik besloten om OBS gewoon even aan de kant te schuiven. Ik ga binnenkort wel weer kijken of hij het dan wat beter doet. Maar tot die tijd gaan we gewoon weer terug naar Fraps. Ik denk dat ik OBS nog wel kan gebruiken voor bijvoorbeeld GeoGuessr. Wat, wat in je browser gespeeld wordt. Dus niet per se. En je hoeft daar niet echt een game voor op te starten. Het is gewoon een internetspelletje, om zo maar even te zeggen. Dus het lijkt me dat dat nog wel prima op te nemen is. Maar voor de rest terug naar Fraps. Wat oké is, ik ben er aan gewend. En ik hoop dat ik dat, als ik dat geluid kan fixen en misschien de beeldkwaliteit nog iets omhoog kan doen via handbrake, dan ben ik op zich heel tevreden met Fraps. Natuurlijk, ja, dat is ook het punt, zeg maar, als ik deze video heb opgenomen, ik had hier naar rechts moeten. Easy. Dat was geen boete, dat was gewoon de lening. Terugbetalen van de lening. Oh ja, moesten we niet kijken naar een Kenworth dealer? Oh nee, daar moest je level 10 of zo voor zijn. Dat was het punt. Volgens mij zijn we dat bijna. En dan gaan we een Kenworth, of die andere Kenworth kopen, dat bedoel ik. Right. 53 mijl per uur is snel genoeg in een vrachtwagen. Maar ja, dus als ik dat nog iets kan verbeteren in handbrake, dan ben ik op zich tevreden. Maar dus het irritante is dat na deze video van waarschijnlijk 20 minuten, half uurtje, zal ongeveer 50 gigabyte zijn. Dat is echt bizar. En dan moet ik dat eerst. Ik zag het op tijd. Geen late move dit. Maar dan moet ik dat eerst in dat handbrake gaan gooien. En dat duurt ook ruim een half uur. Dat duurt, het verwerken van die video duurt ongeveer net zo lang als, als de video zelf. Dus dat is een beetje irritant. Dus ik kan niet snel achter elkaar afleveringen opnemen. En dat vind ik het meest irritante. Je dat kan wel als ik gewoon een PlayStation recorder maak. Dat is ook ongeveer 6 gigabyte per uur. Dus. Dus dat is een stuk handiger. Anyway, we zijn in Holbrook. Holbrook, zoals ik al zei, genoeg technisch gelul. Holbrook is een plek waar ik echt ben geweest. Het is vooral bekend omdat het aan de Route 66 ligt. Daar heb je waarschijnlijk wel ooit van gehoord. En anders. Lig je onder een steen, zoals ze dat zeggen. Maar waar Holbrook ook al bekend om staat, is een speciaal motel waar ik ben geweest, waar ik heb geslapen.
En trouwens, ook geweldige steakhouse was er in Holbrook. Ik ben even op zoek naar dat motel. Op zich valt het wel op als je het eenmaal ziet. Maar het voelt wel echt als Holbrook. Het is midden in de woestijn. Wat gaat die vrachtwagen doen? Oké. Terugsturen. Dank je. Daar is het. De tipi-tenten of de wigwam-tenten. De wigwams. Ik weet nog dat er... toen ik in Amerika was, dat is wel... Dit is echt zo onhandig om hier te stoppen. Dat is inmiddels wel 5 jaar geleden volgens mij. Oké, dank je dat je me voor wil laten. Let's go. Volgens mij kan je hier nu in. Dat kon eerst niet, maar... De Wigwam Motel. Volgens mij staan de wigwams wel een beetje anders dan in het echt. Maar... Ja, je kan hier zelfs overnachten. Kun je hier gewoon een rondje maken? Ik ga die wigwam raken. Oh, so close. Maar anyway, ik kan me nog herinneren dat hier rechts van de... van de wigwams. Oké, ik ga. Ja, hier op deze parkeerplaats stond een trailer vol met Chevrolet Corvette. Dat was wel cool. Gewoon een hele trailer vol met die auto's. Stond gewoon naast die wigwam tent. Dat was op zich wel cool. Het zijn natuurlijk best mooie auto's. Maar dat kan ik me nog herinneren. It's quite nice. Het ziet eruit als een... Oh, een olifant is het. Ik wilde eerst zeggen een dinosaurus, maar... Ik denk dat dat een olifant is. Right, ik ben weer terug. Even een korte onderbreking. We gaan hier naar rechts. Ik heb ineens geen geluid meer, dus dat moet ik nu even fixen. There we go. Dat was Holbrook. Niet al te groot, maar ja, wel grappig. Zeker omdat ik er niet echt dus geweest ben. Ook leuk om te zien dat wigwam motel erin zit. Gaan we nu door naar Sholo. Ik weet niet of we deze job trouwens in één keer zonder te overnachten kunnen rijden. Want volgens mij stond iets dat het 12 uur en nog wat minuten was. En dan nemen we ook nog eens een omweg, dus... maar aan de andere kant, het is ook een fast delivery, dus... Want volgens dit ding is het nu nog steeds 13 uur. Dus dan komen we zondag om 3 uur 's nachts aan. En... We hebben nog maar 11 uur voor deze job. Oké, in dat geval neem ik niet de omweg. Daar hebben we dan gewoon even geen tijd voor. Dus die ga ik er even uithalen.
Ja, dan stap ik hier wel. En dan hebben we de volgende aflevering een hele korte journey. Maar dan denk ik dat ik misschien nog een hele kleine bij doe. We willen natuurlijk niet te veel geld verliezen. Dus te laat komen is niet echt een optie. Maar dit is show low. Weet je wat, ik zet hem gewoon hier. Dan hebben we wat eerlijke verdeling in de lengte waarschijnlijk van de afleveringen. Een beetje random dit, maar... Dit was deze aflevering. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En dan gaan we dus deze job afmaken richting San Simon. Dus tot dan.